Yo, mijn naam is Giorgio Sanchez en ik speel Mo in Spangas de Campus. En in deze video gaan we kijken naar de week van Mo. Mo heeft deze week een zware week, want zijn goede vriend Joris die gaat dus naar Papendal om te trainen voor de Paralympische Spelen. En ja, dat wordt pittig voor Mo. Nee, dat snap ik. Ja, waarom legde je dan uit? Nee, dat was Mo. Nee, is goed. Momentje. Wil je spreken? Hoeft niet. Hoezo niet? Hoeft niet, zeg ik toch? Nee, hij werd even geroepen voor iets. Ja, wij missen jou ook. En niet vergeten dat wij al vrienden waren voordat je naar de Paralympics ging, hè? En als er dan misschien tickets over zijn in de VIP-box? Nee, ja, is goed. Doei! Hé, wat was dat nou? Wat? Nee, hoeft niet. Ja, luister. Hij wil toch weggaan zonder iets te zeggen? Moet je daar maar nieuwe vrienden zoeken om te praten over Papendal dingen? Je mist hem. Helemaal niet. Niks. Ik verveel me gewoon. Wat ga je toch wel doen? Wat dan? Ga een keer mee trainen. Nee, bedankt. Ja, of ga iets anders doen. Zoek een vriendin of zo. Ga in ieder geval iets doen met je leven. Ja. Het laatste waar Mo op had gehoopt, dat is nu gebeurd. Joris is dus vertrokken zonder iets te zeggen. En dat is heel zwaar voor Mo. Ik heb het zelf persoonlijk één keertje meegemaakt. Ik was nog jong. Het was destijds een goede vriend van mij. Die vertrok naar Kudelstaart en ik woonde destijds in Nieuw-Sloten. Ik weet nog, dat was wel, was wel lastig. Afscheid nemen en ja, gewoon een hele goede vriend van je die vertrekt. Dat is sowieso wel lastig. En hoe je daarmee om kan gaan is, ik zal gewoon lekker contact blijven houden. En elkaar snapchatten, instagrammen, whatsappen, bellen, facetimen. Er zijn genoeg dingen om elkaar niet te vergeten. En ik geloof heel erg in, je verliest elkaar uit het oog, maar nooit uit het hart als het echt is. Te klein. Te groot. Niet blond genoeg. Als jij zo doorgaat, ga je eenzaam oud worden. Het moet toch wel mijn type zijn? Anders heeft het niet zoveel zin. Die? Beetje te eager. Waarom ben je zo arrogant? Hè? Ze lachten gewoon lief naar je. Denk je? Bingo. Maar dat is... Precies. Dat kan je niet maken. Man. Hoezo niet? Dat is nou precies waar hij om gevraagd heeft. Ik hoop dat je hier zou zijn. Had je nog een kilo leugens en andere troep die je aan iemand kwijt moest? Wil je wat drinken? Ik heb een boodschap voor Joris. Wat dan? Nou ja, laat me je trakteren op een latte macchiato en ik vertel je alles. Oké, ik ga vastzitten. Ik ben er binnen een minuut, promise. Pico, mag ik 2 latte macchiato voor je, alsjeblieft? Ja, ik persoonlijk vind dat Mo er niet heel slim mee omgaat. Omdat hij dus nu dingen gaat doen om Joris een soort van terug te pakken. En dat is niet slim. Ik vind dat je geen dingen moet doen uit haat. En dan gewoon, dan moet je desnoods even afstand nemen tot 10 tellen en het gewoon even laten. In plaats van wraak nemen waar je later achteraf spijt van krijgt. Niet slim. En oh ja, vind je dit nou een leuke video? Abonneer dan nu op dit kanaal. Kijk eens, 2 keer latte macchiato. Alsjeblieft. Thanks. Nou, vertel. Wat zei Joris? Nou, het was eigenlijk niet zo interessant. Ik wil het toch wel weten. Ja, gewoon van die sportdingen. Papendal dit, Papendal dat. Zei hij ook nog iets over mij? Nee. Gek eigenlijk. Maar je zei toch dat je een boodschap van hem had? Hé, hoe gaat het eigenlijk met jou? Voel je niet te eenzaam zonder hem? Hè? Ik ben er voor je. Mo, wat doe je? Oké, thanks, but no thanks. Doei, Mo. Nee, wacht! Als Joris terugkomt en hij hoort wat Mo heeft gedaan bij Tamara, dan kan dat wel eens een vervelende nasmaak gaan hebben. Dus ik hoop dat Tamara het voor zich houdt en dat Mo het dan maar gewoon laat gaan. Want als Joris erachter komt, dan heeft Mo wel een probleem. Mo kan beter op zoek naar een andere liefde. Wat vind jij? Laat het me hieronder weten in de comments. Wie past er bij Mo? Wat? Durf je niet meer of zo? Kom maar aan.
gaat spijt krijgen. Wijs. Wijs. Ik snap die scout wel. Wat? Ben je nu al moe? Oké, kom op. Nog een keer. Ja, wat een leuke scène. Nee. Ja, prille liefde. Jullie zien het, Mo en Joya. Ja, in mijn leven, prille liefde is altijd spannend. Ik weet het. Het is altijd spannend en ik kan Mo heel goed begrijpen. Ik val gewoon niet op van die meisjes, snapt u? Ja, wel gehad natuurlijk hoor. Zien er altijd wel heel mooi uit. Maar een relatie is gewoon niet te doen. Bazig jongen, niet normaal. En daar hou je niet van? Nou, het is meer dat meisjesachtige. Ze zijn altijd maar bezig met hun haar, met hun kleren en zo. En ja. Je houdt meer van stoere meisjes. Ja, dat vind ik wel leuk, ja. Kijk, ze moeten wel nice uitzien, hè. Geen tomboy of zo. Maar heel veel gasten houden er niet van als hun chick beter kan voetballen dan dat zij dat kunnen. Daar ben jij niet bang voor? Nee, waarom wel? Is toch juist leuk? Als je gewoon kunt gaan voetballen met je chick in plaats van shoppen. Hoe leuk is dat? En als ze er ook nog mooi is, dan heb je eigenlijk gewoon alles. Dus ik zou wel een relatie kunnen hebben met een meisje dat beter kan voetballen dan ik. Hé, hey, was er verder nog iets? Thanks, Psyche. Ja, bedankt, man. Ja, nu zijn jullie wel benieuwd op wat voor vrouwen ik val, hè? Nou ja, ik zal zeggen, ik vind dat heel lastig. Omdat ik val eigenlijk best wel op innerlijk. En op de vibe van iemand en de aura. En ja, het moet gewoon allemaal kloppen. En qua uiterlijk heb ik niet een specifiek type of iets. Het kan echt van daar naar daar gaan, daar naar daar. Dus ik ben vrijgezel. Mocht je vrijgezel zijn en je ziet het zitten om met Giorgio te lunchen of iets, laat het me weten in de comments. En wie weet maken we er wat gezelligs van. Oké, nog 10. Alweer? Ja. 1. Ik ben moe. Jij niet? Nu al? Ja, jouw conditie is niet normaal. Lekker bezig, jongens. Ik hoop dat het genoeg is. Jij bent een machine op dat veld. Ik moet echt weer wat gaan doen. Ik heb alleen maar lopen gamen met Joris. Mis je hem erg? Niet meer sinds wij samen hangen. Hey, misschien klinkt dit weird, hè? Nee, je moet gewoon eerlijk zijn. Maar wil je misschien met me op date? Ik zal niet over voetbal praten, beloofd. Maar je zei dat ik een leuk meisje moest zoeken. En jou vind ik leuk. En niet omdat je zo goed kunt voetballen of zo. Oké, misschien een beetje. Maar ik vind je gewoon leuk. Ja, lijkt me leuk. Serieus? Ik ben heel serieus. Nou, dan ben je gewoon mijn date. Kom. Kom. Let's go. Ja. Dat is een veelbetekende blik van Noor. Ja. Maar ja, Mo vraagt het ook weer op zo'n onhandige manier aan Joya natuurlijk. En iedereen verwacht dat Mo de expert is en dat Mo lekker de date guy is. Maar dat is allemaal niet waar. Want Mo is gewoon heel verlegen en heel bang eigenlijk, blijkt. Maar hij wil het wel heel graag. En ja, volgens mij heeft Noor toch wel een oogje op Mo. Dus ja, dat kan nog wat worden. Wat vind je eigenlijk leuk om te doen, behalve voetbal? Op een date. Wat is voor jou, laten we zeggen, de ideale date? Kijk eens. Yes. Een colaatje en een munt thee. Dankjewel. Thanks. Yes. Nou ja, als ik Mo wat datingtips mag geven. Tip 1, blijf jezelf. Tip 2, zeg wat op je hart ligt, maar hou rekening met de gevoelens van een ander. En tip 3. Gewoon altijd lachen. Ik denk met lol kom je heel ver. Als je een vrouw aan het lachen weet te krijgen, dan doe je volgens mij wel wat goeds. Dit was nog niet de grande finale van de week van Mo. Kijk zelf maar wat er gebeurde na de date van Mo en Joya. Maar hoe? Hoe zorg ik ervoor dat ik minder gretig ben? Hey. Hey. Dat was gezellig, hè? Ja. Ik zou het nog wel een keer willen daten. Ja? Of wil je dat niet? Nee, dan moet je het zeggen hoor, dan hoeft het niet. Wacht, je bedoelt dus echt iets exclusiefs? Als een relatie. Gaat dat niet iets te snel? Nee joh, dat is juist leuk. Echt?
toch? En wat vinden jullie eigenlijk tussen de opbloeiende liefde van Mo en Joya? Is het match made in heaven of is het een no-go? En kijk aanstaande maandag om 18:25 op Zep hoe het allemaal verder gaat met Mo en alle andere mensen van Spangers de Campus. Het was je boy Giorgio en ik hoop je snel te zien. En stay safe, I love you all. Lobby, ciao.